Sparta Vitesse is een wedstrijd tussen de nummers 6 en 13 van de Eredivisie. En bij de thuisploeg, geen Bart Vriends en ook geen Adil Awassar, het centrale verdedigingsduo, heeft last van lichte pijntjes en krijgt rust. Wel weer terug in de ploeg, na een kuitblessure, Jonathan de Guzman. En het schot van de ervaren middenvelder gaat maar net naast het doel van Kjell Scherpen. Daarboven Lies, bij Verschuren. En uiteindelijk via Vidovic die bal voor de voeten van Bialek. En dit is een goede kans. Slecht ingeschoten, prima gekiept door Nick Olij. Saito. Het zoeken natuurlijk naar Lauritsen, die lange spits uit Noorwegen. Die eerder tegen Vitesse nog twee keer doel trof in de competitie. Nu wordt zijn inzet gepakt door Scherpen. Lauritsen, die net als Kitolano, die andere Noor, wat langer vakantie kreeg van Maurice Stijn. Trainer die er trouwens niet bij is vanwege familieomstandigheden. Het is een moeilijke kopbal van diezelfde Lauritsen. Voorzet van Saito. Dan in de laatste seconde van de eerste helft. Hoekschop Saito. En dit is een geweldig doelpunt. Dirk Abels heeft ze zelden mooier gemaakt. En het hoogtepunt van de eerste helft vindt dus plaats in de allerlaatste seconde. Tweede helft dan, waarin beide ploegen veel wisselen. En Sparta, net als in de eerste helft, sterker is. Een van die verse krachten is Sven Meinans. Hij hier met het schot op de paal. Aan de andere kant, goede kans voor Manhoef. En ook goed gered door Delano van Krooij. Hij in de ploeg gekomen voor Olij. Saito verovert dan de bal. Kan Brouwer opstomen. Van Krooij met het overzicht, weer Brouwer. Maar een prima redding van Daan Reiziger. Die doelman valt goed in aan de kant van Vitesse. Brouwer begon dit seizoen nog in Jong Sparta, evenals deze Motahiri. Zijn kopbal op de lat, stand blijft dus 1-0. Hier weer een grote kans voor Meinans en weer gaat die bal er niet in. Vitesse dan moet dan uitverdedigen, doet dat slordig. Weer balbezit voor Sparta en wederom Meinans. En de Reiziger laat zich niet verrassen. Uiteindelijk wint Sparta dit duel met 1-0. Verdiend, weinig weggegeven. En 30 december het laatste oefenduel dan uit bij Westerlo.